Goedenavond. Fijn dat u er bent. Dit is alweer de vierde bijeenkomst vanuit het Erasmus MC. Die gaat over nieuwe ontwikkelingen in de urologische kankerzorg. En vanavond hebben we weer een prachtig panel bijeen gekregen om te spreken over zaadbalkanker. Maar we hebben ook twee gasten en die wil ik graag eventjes aan u voorstellen. Dat is meneer Ivo Struik. Hij is van de Stichting Zaadbalkanker. En dat is een ervaringsdeskundige, de heer Thijs Pelikaan. U weet dat tijdens deze bijeenkomst u vragen aan ons kunt stellen. Dat kunt u doen via de chat en dan vangen wij die op en kijken we of we die onder ons kunnen verdelen en beantwoorden. En zodanig dat uw vragen goed toegelicht zijn. En na die tijd, uiteraard, kunt u het een en ander terugzien op de link die u heeft gekregen voor deze bijeenkomst. Zaadbalkanker, daar zit best wel een ingewikkelde anatomie aan. En ik laat u even een plaatje zien van hoe dat in elkaar zit. En dat plaatje, dat volgt nu. Dat is een diaatje wat hierachter zit. En ik zal dat eventjes doorklikken. Daar is het dan. En dat diaatje laat zien aan de linkerzijde waar de zaadbal zit in de balzak. En dat hij een regelrechte verbinding heeft, zeg maar, met de prostaat en de plasbuis in de uitgang. Dat is waar het zaad vandaan komt. Maar de anatomie is nog wat ingewikkelder. Want als we het hebben over ziekte, en in dit geval kanker van de zaadbal, dan hebben we ook te maken met de lymfeklieren. En die lymfeklieren die zitten op een heel andere plaats dan bij de balzak of in de lies. Die zitten namelijk diep in de buik tot hoog in de nier. En we kunnen dat laten zien door even te klikken en te laten zien dat er bij het sterretje de zaadbal zich bevindt, maar bij de vier balletjes diep achter in de buik, zelfs ter hoogte van de nieren, de lymfeklieren zitten die behandeld moeten worden bij sommige vormen van zaadbalkanker. Maar we hebben verschillende onderwerpen en ik mag aan u voorstellen dokter Marijn Dinkelman, die is androloog, seksuoloog, uroloog. En die gaat ons vertellen wat je nou kan overkomen als de zaadbal verwijderd moet worden van kanker. U ziet bij het groene sterretje. En of daar een vervanging voor is, of dat nuttig is. Maar u weet, de zaadbal doet meer dan alleen maar daar zijn. Hij maakt ook zaadceltjes. En die zijn er dan niet meer na die behandeling. En hoe los je dat probleem op? Het andere probleem waar we mee zitten is de behandeling van de kanker wanneer die buiten de zaadbal zich bevindt. En dat is inderdaad op die groene balletjes, de lymfeklieren in de buik. En als de radiotherapeut, dan wel de uroloog, dat moet behandelen, dan gaat het ter hoogte van het hele grijze vlak. Als dat bestraald moet worden, is dat best wel veel bestraling op uw buik. En is die bestraling dan eigenlijk wel nodig? Daarvoor hebben we onze specialist, dokter Martine Frankena, die dat gaat toelichten. En daarna zal dokter Talita Zuiverloon met u nagaan als er een operatie verricht moet worden in die buik, hoe dat dan kan. Dus u heeft even een compact overzicht van dit geheel. En daarom kunnen we nu lekker overgaan naar de moderator van deze avond. Professor Luca Incrocci is hier om zeg maar de praatjes te begeleiden en de vragen op te vangen en met ons te bespreken voor de komende uur, anderhalf uur, voor zolang het duurt. Ik wens u een hele interessante en goede avond en we wachten graag op uw vragen. Dr. Luca Incrocci. Dankjewel, Chris. Goedenavond allemaal. We zijn heel erg blij dat wij ondanks alle coronamaatregelen bij elkaar kunnen komen, althans virtueel, om deze webinar te houden. Ik ben ook heel erg blij dat ik in de afgelopen, denk ik langer dan 20 jaar, de eer en ook het plezier heb gehad om lid te zijn van de adviesraad van de Stichting Zaadbalkankerpatiënten, dat ik nog steeds met heel veel plezier doe. En ik heb deze avond georganiseerd met de stichting zelf, met Ivo Struik van de stichting, als directeur van de stichting Zaadbalkankerpatiënten. Omdat wij willen natuurlijk ervoor zorgen dat de vragen, of de eerste onderwerpen en de vragen die opkomen, echt van jullie komen. En niet van de specialisten die misschien een leuk onderwerp hebben bedacht. Dus samen met Ivo Struik hebben wij deze vier verhalen bij elkaar georganiseerd, geregeld. En wij hopen dat het een hele mooie avond wordt.
Jullie mogen vragen stellen via de chat. We zullen ons best om ze te beantwoorden na elke praatje. En wat het overblijft, gezien ook de tijd, omdat we willen ook binnen de tijd blijven, zullen wij ervoor zorgen dat de desbetreffende persoon, spreker of ervaringsdeskundige jullie die antwoord geeft. En ik wil beginnen met Ivo Struik, die iets zal vertellen over de stichting en ook over het programma. Alsjeblieft, Ivo. Dankjewel, Luca, voor de introductie. En eigenlijk iedereen dank hier van Erasmus MC dat we deze avond samen met elkaar hebben kunnen en mogen organiseren. De locatie is niet geheel toevallig, nog het tijdstip is geheel toevallig, Luca. De locatie is Erasmus MC, ik zei het net al, die al sinds jaren expertisecentrum voor zaadbalkanker is. Dus het is helemaal geen toeval dat we hier met z'n allen zitten. En tweede, de datum is ook geen toeval. Het is novembermaand. De maand waarin bepaalde mannen, sommige mannen in ieder geval een baard laten staan om aandacht te vragen voor mannenkanker. Dus het is Movember maand ook. Dus het gaat om mannenkanker zoals prostaat, penis en zaadbalkanker. En dat is de reden dat we hem ook vandaag hier op de Erasmus MC hebben georganiseerd. Dan kan ik ook mooi iets vertellen natuurlijk over de stichting, nu ik hier toch sta. De stichting Zaadbalkanker bestaat sinds 1996, dus dat is echt al heel lang. En we zijn er vooral voor, zaadbalkankerpatiënten en iedereen die met zaadbalkanker in aanraking komt. Dus dat is ook familie, dat is ook partners, dat zijn eventueel kinderen. Daarvoor zijn we er en we houden ons inderdaad bezig met informatievoorziening natuurlijk, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Dat zijn de drie basisfuncties van onze stichting. Het is ook zo dat u natuurlijk donateur kunt worden van de stichting via www.zaadbalkanker.nl. Nogmaals, ik ben heel erg blij dat we vanavond deze avond hebben kunnen organiseren. En ik zou het hierbij willen laten en ik ga over naar de volgende spreker. Dat is Martine Frankenaar, radiotherapeut, oncoloog. Met, zoals net al gezegd, moeten we zaadbalkanker nog bestralen? Welkom. Nou, goedenavond en dank allemaal voor de mogelijkheid om te praten over het wel of niet bestralen van zaadbalkanker. Volgens mijn ogen dan, ik ben radiotherapeut-oncoloog, oftewel bestralingsarts werkzaam in het Erasmus MC. Eens even kijken. En het plaatje helemaal links onderin is een voorbeeld van een bestralingstoestel, waar jullie op terechtkomen als we wel gaan bestralen. Daarnaast zie je plaatjes van wat we wel of niet bestralen en hoe dat er dan uitziet in een dosisverdeling. Maar over het algemeen is de rol van radiotherapie in de behandeling van zaadkanker eigenlijk best beperkt. We bestralen namelijk alleen patiënten met een seminoom, niet de non-seminomen en ook de mengvormen niet. Dat komt omdat de seminomen met name heel stralingsgevoelig zijn en de andere soorten niet zo heel erg. En van die seminomen bestralen we dan alleen nog de beperkte. Dus de stadium 1 en de 2a, daarvan kun je je afvragen of je die zou moeten bestralen of niet. En even de stadium 1, dat zijn mensen die geen uitzaaiingen hebben en bij wie het bloedonderzoek normaal is of genormaliseerd nadat de aangedane bal is verwijderd. En de patiënten met een stadium 2a, dat zijn de mensen met kleine lymfeklieruitzaaiingen, niet groter dan 2 centimeter onder het middenrif. En zeker geen radiotherapie bij meer of bij grotere uitzaaiingen. Dus de rol van radiotherapie is wel enigszins beperkt. Daarbij moet je goed in de gaten houden dat er bijna 100% ziektespecifieke overleving is bij patiënten met zaadbalkanker, wat betekent dat de kans om uiteindelijk aan de kanker te overlijden heel klein is. Dat is natuurlijk in principe goed nieuws, maar het heeft ook gevolgen voor wat acceptabel is of wat je acceptabel moet vinden aan late effecten of risico's die een patiënt loopt door een behandeling. En ook een hoger ziektestadium heeft natuurlijk over het algemeen een intensievere behandeling nodig met ook weer meer risico's op late effecten en voor je kwaliteit van leven op lange termijn. Dus het is goed afwegen waar je nou verstandig aan doet, zeker ook omdat het natuurlijk over het algemeen jonge patiënten betreft tussen de 40 en 50 jaar. Stadium 1. Dan is het, dus dat zijn de mensen bij wie geen uitzaaiingen zijn gevonden en bij wie het bloedonderzoek is genormaliseerd. Alles wat je doet na het verwijderen van de bal, dat doe je preventief. Dus om erger te voorkomen. Ook dat is iets heel belangrijks om in de gaten te houden als je gaat nadenken over wat een behandeling kost.
De kans dat zo iemand toch ziekte blijkt te hebben, meer dan we zien op de CT-scan, is ongeveer 15%. Dus dan is een beetje de vraag, hoe kun je die 15 op de 100 mannen goed herkennen? En het antwoord op die vraag is, dat kunnen we wel een beetje, maar niet heel erg goed. We weten dat de kans dat de ziekte terugkomt bij iemand met een laag stadium, zo stadium 1, afhankelijk is van hoe groot de tumor is die gevonden is en wat de mate is van doorgroei in de wandlagen. Dus ik heb er ook weer zo'n plaatje van de dwarsdoorsnede van een zaadbal bij geplakt. En dan met name dat donkergrijze, dat is de reettest, is als het daarin ingroeit, dus buiten de zaadblaasjes, dan wordt het risico wel groter. En waar hebben we het dan over? Over het algemeen, als je tumor klein is en er is geen ingroei in die wandlagen, dan heb je ongeveer 12% op kans op terugkeer van de ziekte op 5 jaar. En heb je allebei die risicofactoren wel, dan wordt dat ineens 32%. Maar ja, wanneer ga je dan aanvullend behandelen? Dat is natuurlijk toch een beetje een kwestie van, met die 32%, vind je het glas half vol of vind je het glas half leeg? En wat je daarvan moet vinden, hangt dan ook een beetje af van, hoe groot is de kans dat de ziekte weer terugkomt? En wat is het risico dat ik loop? Wat is het effect op mijn kwaliteit van leven door een aanvullende behandeling? Want ook weer, het zijn vaak jonge mensen en de overleving is echt heel goed met deze ziekte. En alle aanvullende behandelingen kennen risico's. Daarom is afwachten, dus eigenlijk niks doen nadat de zaadbal is verwijderd, misschien nog niet eens zo'n slecht idee. Je vermijdt dan de risico's die gepaard gaan met een behandeling. Je moet iemand wel goed blijven controleren en dat brengt vaak de nodige spanning met zich mee voor mensen. Maar ik kan u wel vertellen, die controles hou je toch, ook als we wel aanvullend behandelen. En die controles die blijven ook altijd spannend. Daarbij, 85% van de mensen zal dus eigenlijk nooit een aanvullende behandeling nodig hebben. En wie die wel nodig heeft en wie niet, kunnen we dus wel een beetje bepalen op basis van die risicofactoren, maar nog steeds niet echt heel goed. Dus als je nou zegt dat afwachten, dat vind ik eigenlijk maar niks, wat kunnen we dan doen? Dan kunnen we bestralen. Er is ook een tijdje sprake geweest dat mensen misschien 1 kuur chemotherapie kregen om het risico op terugkeer te verkleinen. Maar inmiddels is wel duidelijk dat dat niet heel veel winst geeft ten opzichte van bestralen, als je kijkt naar kans op terugkeer van de ziekte en ook niet als je kijkt naar bijwerkingen. Als wij iemand zien met zaadbalkanker, dan zullen wij zelden bij een stadium 1, met iemand met een stadium 1 ziekte en 0 of 1 risicofactor, een advies geven tot aanvullende behandeling. Bij 2 risicofactoren, die mensen die ongeveer 1/3 kans hebben dat de ziekte terugkomt, nadat alleen de zaadbal is verwijderd, kun je er misschien over praten. En dan is nog steeds wel een beetje de vraag, wie maakt uiteindelijk de keus? Doet de patiënt dat of doet de dokter dat? Persoonlijk vind ik dat het vooral grond moet zijn voor een goed gesprek. En wat moet je dan bespreken? Net liet ik ook al even vallen, die seminomen, dat zijn hele stralingsgevoelige kankers. We hebben meestal zo 20 tot 26 gray. Gray is de eenheid van bestralingsdosis, zeg maar. Dat moet voldoende zijn. Ter vergelijk, voor de behandeling van prostaatkanker heb je meestal 4 keer zoveel nodig. 4 keer zoveel straling. Daarbij, als we aanvullend bestralen, dan wordt het risico op terugkeer van de ziekte niet nul. Dat blijft altijd ergens tussen de 1-4%. Dus de controles hou je terug. Als de ziekte terugkeert na verwijdering van de bal, dan gebeurt dat in 90% van de gevallen in de lymfeklieren die in de buik zitten langs de grote lichaamsslagader. Daar liet Chris net ook al een plaatje van zien. Dus wat gaan we dan bestralen en tot welke dosis? Dit is grofweg het bestralingsveld. In het paars zie je het gebied dat we graag willen bestralen. Dat is het gebied waar de lymfeklieren liggen die vaak zijn aangedaan bij mensen met zaadbalkanker. En inmiddels weten we uit onderzoek dat dat laatste lurfje, we bestralen dan de klieren naast de aorta en een deel van de bekkenklieren, maar dat je bij de stadium 1 patiënten eigenlijk heel veilig het bestralen van die bekkenklieren achterwege kan laten. Dus dat maakt het bestralingsveld kleiner. Maar de belangrijke vraag blijft eigenlijk een beetje, denk ik, moet je wel bestralen of kun je beter afwachten? Als je gaat bestralen, dan kunnen mensen daar natuurlijk last van krijgen. In de acute fase, tijdens de behandeling, is dat vaak misselijk, braken, vermoeidheid. Daar hebben we dan natuurlijk wel pilletjes voor, maar als je het kunt vermijden, is dat natuurlijk altijd beter. Lastiger wordt het als je gaat kijken naar de lange termijn. Dan kunnen mensen ook in de maanden en jaren na behandeling nog last hebben van een veranderd ontlastingspatroon, diarree of darmkramp. Hart- en bloedvaten liggen voor een groot deel in het bestralingsveld, langs die grote lichaamsslagader.
En er is natuurlijk ook, waar je ook over na moet denken, is wat is de kans dat je kanker krijgt als gevolg van die bestraling? Die kans is namelijk ook nooit nul. En als laatste heb ik hem er toch nog even bij gezet, de vruchtbaarheid. Patiënten hebben al één bal ingeleverd, die is al verwijderd. De andere bal bestralen we dus niet, want we bestralen die lymfeklieren. Toch weten we dat we waarschijnlijk door strooistraling, noemen we dat dan, toch een tijdelijke achteruitgang kunnen krijgen in zaadkwaliteit bij mensen bij wie de zaadkwaliteit van tevoren misschien al niet optimaal is. Daarom wordt toch altijd gesproken over mogelijkheden om de vruchtbaarheid te behouden. Al is de kans niet uitgesloten dat je spontaan een kindje verwekt na behandeling voor zaadbalkanker. Wel adviseren we de eerste 3 maanden beschermd seksueel contact te hebben vanwege die tijdelijke achteruitgang in de zaadbalkwaliteit. Kanker krijgen door de bestraling is vaak de grootste angst van mensen die wij spreken. Het zijn vaak jonge mensen die dus nog lang de tijd hebben om in de problemen te komen als gevolg van je behandeling. Maar je hebt niet zo heel veel stralingsdosis nodig. Minder dosis is altijd beter en minder bestralen is ook altijd beter. Dus dat we dat paarse lurfje van die bekkenklieren eruit kunnen halen is op zich goed nieuws. Als we patiënten bestralen voor zaadbalkanker, dan weten we dat we zo bijna 2 keer hun kans om kanker te ontwikkelen bijna 2 keer zo groot maken als gevolg van de bestraling. En dat is dan vooral kanker in organen die in het bestralingsgebied liggen, dus de darmen, de maag, alvleesklier, longen en urinewegen. Met dat kleinere veld is dat wel weer 60% minder. En als we de dosis nog ietsje lager kunnen maken, wat ook veilig lijkt te kunnen, dan gaat daar nog eens 45% van af. Maar een risico is er altijd. Aan de andere kant heb je dat met behandeling met chemotherapie vaak ook. Dus als je gaat behandelen, dan is het vaak toch een beetje door de kat of door de hond gebeten worden. De kans op hart- en vaatziekte en suikerziekte of diabetes, dat is wat minder bekend, maar ook dat risico wordt wel wat groter als wij aanvullend behandelen. De kans op hart- en vaatziekte wordt ongeveer 1,1 keer zo groot, dus dat is niet zo gek groot. En in die onderzoeken zijn ook patiënten meegenomen die boven het middenrif zijn bestraald in de hogere stadia, waarbij je je voor kunt stellen dat dat toch ook weer een hoger risico met zich meebrengt dan als we een beperkte bestraling in de buik uitvoeren. En wat bij hart- en vaatziekten natuurlijk ook belangrijk is, is risicomanagement. Dus zorgen voor goede bloeddruk, goede cholesterolwaardes, niet roken en goed op gewicht blijven. Ook je kans op suikerziekte wordt iets groter als wij aanvullend gaan bestralen. Ongeveer 1,66 keer zo groot als leeftijdsgenoten. En ook dat risico neemt toe naarmate de bestralingsdosis groter wordt. En dat komt waarschijnlijk vanwege de alvleesklier die de insuline maakt, die in ieder geval voor een deel in het bestralingsveld ligt als we gaan bestralen. Dus moeten we wel bestralen? Ik vind dat ik een mooi vak heb. Ik doe het ook met veel plezier. Maar ik vraag me heel erg af of we het wel moeten willen bij patiënten met zo'n stadium 1. En dat zeg ik omdat je 85% van de patiënten behandelt terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En mensen dus wel een risico lopen op bijwerkingen. Zowel tijdens de behandeling als in de maanden, jaren daarna. Zoals de buikkramp en eventueel chronische diarree. Ziek worden door de bestraling in de vorm van kanker, hartvaatziekte of suikerziekte. En mogelijke gevolgen voor de vruchtbaarheid. Daarbij, aanvullend bestralen verkleint de kans, maar maakt de kans nooit nul. Dus je blijft controles houden en die controles die blijven ook toch vaak wel spannend. Ik vind vooral dat dit voer moet zijn voor een goed gesprek tussen dokter en patiënt. Waarbij het belangrijk is dat een patiënt weet wat ze kunnen verwachten van een behandeling. Patiënten willen toch vaak wel aanvullende behandeling. Als ze dat willen, is het vaak omdat ze zeggen, ik wil het maximale eraan doen. Om de ziekte het hoofd te bieden. En dan moet je dus gaan praten over die controles en de spanning die zich met zich meebrengt. En hoe je dat goed kunt organiseren voor iemand. Want ook al bestralen we, de kans is nooit nul. De vraag is ook een beetje of het anders ligt voor een stadium 2a. Even ter herinnering, dit zijn mensen die uitzaaiingen hebben in de lymfeklieren die niet zo groot zijn en onder het middenrif liggen. Dit brengt wel met zich mee dat we een groter veld moeten bestralen en ook wat extra bestraling moeten geven op de aangedane lymfeklieren. Een bestraling werkt dan even effectief als chemotherapie, ongeveer. Maar dat weet ik niet zo zeker meer als de klieren groter zijn dan 2 centimeter. Daarbij blijft bestraling natuurlijk wel dezelfde nadelen hebben als bij een stadium 1, de kramp, de diarree, de kanker enzovoort. Met een toch iets groter bestralingsveld en een iets grotere dosis. Maar je alternatief hier is niet meer om af te wachten, maar is chemotherapeutische behandeling. Behandeling met meerdere kuren, chemotherapie.
En die behandeling brengt ook een zeker risico op het krijgen van kanker door de chemotherapie met zich mee, die waarschijnlijk min of meer vergelijkbaar is. Chemotherapie heeft vaak een iets hogere kans op hart- en vaatziekten dan bestraling. En er is ook vaak een intensiever behandelschema nodig. Dus ook dit moet voer zijn, wat mij betreft, voor een goed gesprek, waarbij je de voorkeur van een patiënt zeker moet meewegen, maar ook iemands verdere gezondheidstoestand. Daarbij, of je een stadium 2 wel of niet moet bestralen, die vraag die zou ik ook nog eens aan mijn collega dokter Zuiverloon, uroloog, kunnen stellen. Want stel nou dat zij mogelijkheden ziet om dat netjes weg te opereren. Door chirurgie krijg je geen verhoging van je kans op kanker, hart- en vaatziekten of andere narigheid. Het is natuurlijk wel een grote operatie met de nodige kans op complicaties. Maar ja, dit is iets met schoenmaker. Dat is meer een vraag voor de uroloog dan voor mij. Nieuwe ontwikkelingen in bestralingstechnieken zijn er ook. Maar dan heb ik het vooral over het verkleinen van het bestralingsveld. Kijken of je toch niet toegang toe kan met een lagere bestralingsdosis. En andere techniekkeuzes in je bestralingstechniek, waardoor je gerichter kan bestralen. Maar linksom of rechtsom levert zo'n bestraling altijd een zeker risico op. Dus wel of niet bestralen. Bij een stadium 1, ter voorkoming van terugkeer van de ziekte, preventief, kan een aanvullende behandeling na een operatie zeker meerwaarde hebben, maar er zijn ook kosten aan verbonden. En daar moet je denk ik goed over nadenken en samen goed over praten. En die risico's of die kosten, die zijn er. Ondanks technologische ontwikkelingen als kleinere bestralingsveld, lagere bestralingsdosis, gerichter bestralen. Dat is natuurlijk allemaal heel mooi en fancy. En als we gaan bestralen, dan zullen we dat zeker ook zo goed en netjes mogelijk doen. Maar de vraag is of je het moet doen bij een stadium 1. Bij een stadium 2a wordt de afweging natuurlijk wel ietsje anders, omdat hier sprake is van een behandeling en niet meer iets wat je preventief doet. Je moet wel een groter bestralingsveld aanhouden en ook een iets hogere dosis geven. De kosten zijn ongeveer hetzelfde, maar je hebt natuurlijk meer winst die je af moet wegen tegen eventuele chemotherapie. Of misschien toch dat de uroloog wel mogelijkheden ziet, nu of in de toekomst, om wat aan de risico's te doen. Ik vroeg me af of er nog vragen waren, maar dat kan ik aan professor Inkotje vragen, begrijp ik. Ja, dankjewel Martien ook om op tijd te zijn. Ik zie nog geen vragen via de chat, maar ik heb er zelf eentje. Omdat de strekking van het verhaal is, laten we proberen om niet te bestralen, juist door de late toxiciteit. Maar stel je voor dat iemand nu luistert en die zegt, ja, ik ben toch 10 jaar geleden bestraald. Wat zou jouw advies zijn? Hoe vaak zou je zo'n persoon moeten zien? Wie zou u eruit een dergelijke man moeten controleren? Wat voor controles? Zou je daar iets over kunnen zeggen? Ik denk, voor wat betreft het risico van hart- en vaatziekten, is het relatief overzichtelijk, denk ik. Daar kun je natuurlijk gewoon, als iemand toch bij de huisarts komt, de reguliere controles daarvoor doen. Dus bloeddruk, als je toch bloed prikt, om dan gelijk ook even de cholesterolwaarde mee te nemen, dat soort zaken. Ik denk het lastigste risico om te ondervangen is de kans dat je kanker krijgt door de bestraling. En daar hebben we denk ik niet echt een goede effectieve methode voor. Anders dan waakzaam te zijn. He, als je iets voelt of merkt aan je lijf wat niet klopt, trek aan de bel. Ik denk dat dat het meest verstandige advies is dat we kunnen geven. Oké, dankjewel. Ik zie een vraag over een belasting. Dat is een beetje een cryptische vraag. Is de stralingbelasting bij chemotherapie veel groter dan bij gewone bestraling? Het maakt natuurlijk, of je bestraalt alleen of bestraling met chemotherapie, dat maakt natuurlijk op zich niet uit. Alleen als we beide combineren, dan kun je soms toe met een lagere bestralingsdosis. Maar als je kijkt naar de kans op late effecten, dan zien we vaak dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de kans dat je kanker krijgt of hart- en vaatziekte krijgt van een behandeling, die is hoger als je bestraalt. Die is ook hoger als je chemotherapie geeft. Als je beide behandelingen combineert, dan wordt het ineens heel veel hoger. Dus dat pleit dan weer een beetje tegen. Oké, dankjewel. Zijn er nog vragen misschien vanuit de panel? Gezien dat wij 2 urologen hebben, maar die durven natuurlijk niet aan de radiotherapeuten vragen te stellen. Dan Ivo misschien? Ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Ik weet niet of dat voor Erasmus ook geldt, maar er is ook iets als een late effectenpoli, waar mensen na 10 jaar, want je had net het voorbeeld van een patiënt na 10 jaar, waar mensen na 10 jaar worden opgeroepen en gevolgd om naar die late effecten te kijken. Is dat iets?
Dat gebeurt hier ook wel, maar dat bestaat vooral voor hematologische patiënten, voor zover ik weet. De mensen met zaadbalkanker komen daar niet automatisch terecht. Het is wel zo dat we in samenwerking met de interne oncologie daar nu iets voor aan het opzetten zijn om die mannen ook op termijn goede begeleiding te blijven bieden, zeg maar. Ja, dat klopt. Dankjewel, Martien. En dan kan Ivo naar de volgende spreker. Ja, dan gaan we door met dokter Marij Dinkelman, uroloog. Vruchtbaarheid en kunstballen, hoe zit het? Goedenavond allemaal. Hartelijk dank voor de introductie. Zoals genoemd, mijn naam is Marij Dinkelman. Ik ben uroloog hier in het Erasmus MC. Ik heb een aandachtsgebied en mijn aandachtsgebied is andrologie. En dat houdt in dat ik me bezighoud met mannelijke vruchtbaarheidsproblemen en seksuele dysfunctie bij mannen. Ik heb geen belangenverstrengeling voor deze bijeenkomst te melden. Ik wilde eerst even kort beginnen met vruchtbaarheid van de man. Hoe meet je dat nu eigenlijk? Eigenlijk heel simpel, met een spermatest. En wat er gebeurt is dat je het spermavocht inlevert en dan wordt er gekeken in een laboratorium. Zitten daar zaadcellen in? Hoe bewegen die zaadcellen? Hoe zien die zaadcellen eruit? En dan bepalen we eigenlijk op basis van die parameters, is dat nou een normale uitslag, een afwijkende uitslag? Maar het kan zelfs zijn dat er helemaal geen zaadcellen in het spermavocht zitten. Om een voorbeeldje te geven, voor de concentratie van zaadcellen rekenen wij met een referentiewaarde. Dus dan zeggen we 15 miljoen zaadcellen per milliliter. Dat is normaal. En als je daaronder uitkomt, dan heb je eigenlijk een afwijkende spermatest als het gaat om concentratie. Dit even ter inleiding. Wanneer doen we nou eigenlijk een spermatest bij mannen met zaadbalkanker? Heel vaak is dat in het kader van invriezen van zaadcellen. Oftewel, vaak als er alleen nog maar een verdenking is, wel een sterke verdenking op zaadbalkanker. Er wordt een operatie voorgesteld om de aangedane bal te verwijderen. En er wordt een gesprek gevoerd over kinderwens. Heeft u al een gezin? Heeft u wens om nog een gezin te starten of het gezin nog uit te breiden in de toekomst? Hebben we een gesprek over het invriezen van zaadcellen. En dat betekent dat je dan ook te horen krijgt hoe jouw zaadkwaliteit is. Een andere mogelijkheid is dat er pas gesproken wordt over het invriezen van zaadcellen als je een behandeling gaat krijgen, bijvoorbeeld chemotherapie of bestraling, die ervoor kan zorgen dat jouw vruchtbaarheid inzakt, tijdelijk of definitief, of dat je definitief je vruchtbaarheid verliest. Een andere situatie kan zijn dat je niet begint met een operatie om je zieke bal te verwijderen, maar dat je eigenlijk bij diagnose al uitzaaiingen blijkt te hebben. En dan wordt er ook voorgesteld om voor het starten met chemotherapie, dus niet eerst je operatie, zaad in te laten vriezen om dat te proberen. Of waar mijn collega Talita Zuiverloon zo nog over zal spreken, het verwijderen, chirurgisch verwijderen van de lymfklieren, waar onze collega Martine Franken net al over sprak. Een andere, derde mogelijkheid wil ik ook nog even benoemen. Het kan ook zijn dat er niet meteen aanleiding is om te denken aan zaadbalkanker, maar dat je een spermatest doet omdat je niet tot een zwangerschap kan komen en dat die test afwijkend blijkt te zijn en dat er dan gekeken wordt van hoe komt dat eigenlijk en dat in die onderzoeken aan het licht komt dat de man voorlopercellen van zaadbalkanker blijkt te hebben of dat er een kleine tumor in de bal blijkt te zitten die gewoon nog niet opgemerkt was. Komt gelukkig weinig voor, maar het kan voorkomen. Laten we eens kijken, wat voor spermakwaliteit zien we dan? U ziet hier een grafiekje. En in dat grafiekje zijn eigenlijk uitslagen van spermatesten van mannen die in het Erasmus MC zaad lieten invriezen weergegeven. Dat gaat over ruim 350 mannen die bij ons zaad lieten invriezen en dus allemaal zaadbalkanker hadden. En dan zie je dat ongeveer 40% van de mannen een normale spermatestuitslag had. 45% had een afwijkende spermatestuitslag, maar wel zaadcellen die we in konden vriezen. En bij 15% van de mannen met zaadbalkanker lukte het niet om zaad in te vriezen. En dat was ofwel omdat er geen zaadcellen in het spermavocht zaten, ofwel omdat er geen bruikbare zaadcellen in het spermavocht zaten, hele lage hoeveelheden bijvoorbeeld, of omdat het niet lukte om een spermamonster in te leveren. Als je dat nu vergelijkt met hoe dat nu zit in een normale situatie, laat ik even kort dit grafiekje zien. En hier zie je groene balkjes van een grote Europese studie waarbij zaadtesten gedaan zijn bij gezonde mannen, dus mannen zonder zaadbalkanker. En dan zie je een heel ander beeld. Dan zie je dat dat geen zaadcellen in het sperma heel weinig voorkomt en dat eigenlijk het merendeel van de mannen een normale sperma-uitslag heeft.
Nou, hoe komt dat nou? En het is ook wel heel verschrikkelijk, want dat kan betekenen dat je binnenkomt met een knobbeltje in je bal, het balletje gaat rollen, er wordt een sterke verdenking op zaadbalkanker uitgesproken, je gaat een spermatest doen omdat je denkt, ik wil graag mijn vruchtbaarheid in ieder geval behouden, en dan blijkt dat je een afwijkende spermatest hebt. Dat kan behoorlijk ingrijpend zijn voor patiënten en ook voor hun partners. En dat komt eigenlijk voornamelijk omdat er gemeenschappelijke risicofactoren zijn, zowel voor zaadbalkanker als voor vruchtbaarheidsproblemen. En die gemeenschappelijke risicofactoren kun je denken aan niet ingedaalde ballen, kleine ballen, die allebei risicofactoren zijn voor het hebben van vruchtbaarheidsproblemen, maar ook voor het ontwikkelen van zaadbalkanker. Nou, heb ik net al besproken van ja, je doet dus vaak die test en je vriest ook zaad in. En het liefst doen wij dat eigenlijk, vragen we bij voorkeur, om dat bespreekbaar te maken en daarover na te denken, voordat je je eerste behandeling, het verwijderen van de aangedane bal, ondergaat. En waarom vragen wij dat nu? En wat zijn daar de voor- en tegenargumenten van? Want er werd net ook al gezegd, en hier staat het ook nog eens in deze tabel, een heel groot deel van de tumoren zijn stadium 1 tumoren. Dat zijn mannen die een tumor hebben in hun bal. Die hebben een operatie nodig, maar geen chemotherapie. Dus die kunnen op één bal ook gewoon vruchtbaar zijn. Waarom moet dat zaad dan worden ingevroren? We weten uit onderzoeken en ook uit onze eigen onderzoeken dat de zaadkwaliteit beter is voordat je je zieke bal verwijdert. En dat komt omdat er vaak nog gezond weefsel rondom de tumor zit wat gewoon zaad maakt. Op voorhand weet je ook niet, als je zaadbalkanker hebt gekregen, welke van de twee ballen de meeste zaadproductie levert. En dat kan wel eens de bal zijn waar de tumor is ontstaan, helaas. Dus als je dan pas zaad gaat invriezen nadat je zieke bal verwijderd is, dan kan je wel eens bedrogen uitkomen. Verder is er ook heel veel onderzoek gedaan, hebben wij ook gedaan, om te kijken van nou, hoe vaak wordt dat ingevroren zaad nou nog gebruikt om tot een zwangerschap te komen. Daar kom ik straks ook nog even op terug. En dan zien we eigenlijk van alle mannen die zaad invriezen, ook bij ons in het Erasmus MC, dat er maar een heel beperkt deel van die mannen die ingevroren zaadcellen gaat gebruiken voor een behandeling, geassisteerde voorplanting noemen we dat. Daar kom ik zo ook nog even op terug, om tot een zwangerschap te komen. Aan de andere kant, je zal maar die 8% zijn. Hè? Je zal maar degene zijn die het zaad nodig heeft. En een belangrijk argument is ook waarom we toch zeggen, laat in ieder geval die spermatest onderzoeken en probeer zaad in te vriezen. Omdat er dus een vrij hoog percentage mannen eigenlijk al op voorhand niet in staat zal zijn om zaadcellen te laten invriezen. Dan kan een aanvullende behandeling die je kunt doen tijdens het verwijderen van je zieke bal toch ervoor zorgen dat je zaadcellen kunt laten invriezen. In de volgende dia's kom ik daar nog op terug. Nou, als laatste werd er vroeger heel vaak gezegd, ja, we hebben geen tijd te verliezen als je zaadbalkanker hebt, moet je snel handelen. En nu zeggen we nou, het is goed om hier even de tijd voor te nemen. Een aantal dagen heb je eigenlijk altijd om met je patiënt en met de partner, soms ook met andere familie, te bespreken van wat zijn de opties, wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen. En in ieder geval goed de tijd te nemen om later alle beschikbare mogelijkheden, ook in zorg, tot je beschikking te hebben. Ik wil kort iets vertellen en ook het zorgpad even kort toelichten van wat is nu de situatie als jij probeert zaadcellen in te laten vriezen en er blijken geen zaadcellen of te weinig zaadcellen in je spermavocht te zitten om dat succesvol te kunnen doen. Ik zei al, dan heb je wel een tweede probleem erbij waar je vaak niet van op de hoogte was. Oftewel, je hebt niet alleen maar een sterke verdenking op zaadbalkanker, maar je hebt ook in één klaps te horen gekregen dat je eigenlijk niet vruchtbaar bent. Het is dan heel belangrijk dat je verwezen wordt naar een centrum en een centrum waar ze je verder kunnen helpen. Bijvoorbeeld door testiculaire sperma-extractie te doen. Dat betekent dat je tijdens de operatie waarbij je zieke bal verwijderd wordt, uit gezond weefsel wat vaak nog rondom de tumor zit, een stukje weefsel af te nemen, jouw gezonde andere bal kan diezelfde procedure ondergaan. En dan zie je aan het tabelletje dat we hele hoge succespercentages hebben om toch aan zaadcellen te komen. En gelukkig kun je daarna, als je die zaadcellen invriest, die zaadcellen ontdooien en gebruiken voor een behandeling. En hebben we ook in het Erasmus MC hele prachtige en indrukwekkende succesverhalen van mensen die hele gezonde kinderen en ook meerdere kinderen per gezin hebben gekregen door deze zaadcellen te gebruiken. Een mooie kans voor mensen die anders geen kansen hadden gehad. Dus iets wat echt belangrijk is om goed in overweging te nemen.
Ik laat hier even kort een schematische weergave zien van Nederland. En je ziet daar 6 pijltjes op getekend. Dat zijn de 6 centra in Nederland waar die testiculaire sperma-extractie, oftewel zaadcellen uit testikelweefsel halen, gebeurt. Dat is een specialistische vruchtbaarheidsbehandeling. Maar die kun je dus ook goed inzetten als je zaadbalkanker hebt. Je probeert zaad in te vriezen voorafgaand aan je operatie om je zieke bal weg te laten halen. En als dat niet lukt, kun je overwegen of je naar zo'n centrum verwezen wilt worden. Dat kun je met je behandelaar bespreken om te zorgen dat zowel uit je zieke bal, als dat mogelijk is, en ook uit je gezonde bal die overblijft, toch zaadcellen te halen, zodat je ook, ook als je toch behandeld moet worden, nabehandeld moet worden met chemotherapie, dat je toch zaadcellen hebt die tot jouw beschikking staan voor wanneer je ze nodig hebt. Ik wil even verder gaan op het effect van chemotherapie. En dan beperk ik me even tot chemotherapie. En ik beperk me dus nu voor dit onderdeel van het verhaal ook tot mannen die wel zaadcellen hebben kunnen invriezen. Dus het gaat om mannen die zaadbalkanker hebben. De zieke bal is verwijderd en er bestaat dan reden om chemotherapie te geven. Over het algemeen gaat het dan over combinatie chemotherapie, BEP-kuren, die een risico kunnen geven op verlies van je spermakwaliteit. Wat bijzonder en goed is om je te realiseren, is dat die chemotherapie sneldelend weefsel aanpakt. En dat is ook je zaadcelproductie. Dus eigenlijk na je eerste gift chemotherapie loop je al risico op schade aan je DNA in je zaadcellen. Dus we zeggen ook altijd, zorg ervoor dat je zaad invriest voor je eerste behandeling. Zodat we die zaadcellen zonder negatieve effecten kunnen opslaan voor eventueel later gebruik. Nou is het risico dat jouw zaadcelproductie daar permanent door wordt aangetast en niet meer zal herstellen eigenlijk nihil tot zeer, zeer laag na 1 kuur. Na 3 BEP-kuren, wat een hele reguliere behandeling is, loop je wel risico. Daar vertel ik straks nog wat meer over. En als je meer of andere chemotherapie nodig hebt, dan loop je wel meer risico. Verder geven we ook het advies om tot een jaar na je laatste chemotherapie anticonceptie te gebruiken. Om nu weer te geven schematisch wat het effect van chemotherapie op jouw zaadcelkwaliteit is, heb ik dit tabelletje gemaakt, een figuurtje. Wat je hier ziet op de x-as is je nulmeting. Dat wil zeggen het effect van chemotherapie, wat eigenlijk een effect is na 3 BEP-kuren. Dat heb ik hier geprobeerd samen te vatten. En na 3 BEP-kuren mag je ervan uitgaan dat jouw spermakwaliteit niet meer goed is. En zoals ik al eerder zei, dat er ook DNA-schade in die zaadcellen kan zitten. Dus dat we wel adviseren om anticonceptie te gebruiken kort na je chemotherapie. Als we dan op het tweede bolletje, tweede meetpunt gaan kijken van hoe is het dan met de vruchtbaarheid. En als we een spermatest gaan doen, dan zie je dat 50% van de mannen die die 3 BEP-kuren hebben gekregen, opnieuw weer herstel laten zien van hun spermakwaliteit. Maar let wel, dit is hun uitgangsspermakwaliteit. En dat hebben we eerder in de grafieken gezien, dat die dus wel verlaagd en afwijkend kan zijn. 5 jaar later zie je dat 80% kan herstellen na 3 BEP-kuren. Op zich is zo'n schema mooi om te zien, maar dat kan voor jou als man, voor jou en je partner, betekenen dat je bijvoorbeeld pas na 5 jaar, na je zaadbalkankerdiagnose en behandeling, weer kansen zou kunnen hebben op een natuurlijke zwangerschap. En misschien past dat niet in jullie idee. En past dat ook niet in je gezinssamenstelling tot nu toe. Dus het is altijd belangrijk om in ieder geval na te denken en ook bespreekbaar te maken van hoe zit dat nu met mijn kinderwens. Het is ook goed om te realiseren dat als de spermatest ook na chemotherapie normaal is, dat je kansen om natuurlijk zwanger te worden eigenlijk heel goed zijn. Ter vergelijking, als je spermatestuitslag normaal is en er zijn geen bijzonderheden bij de vrouw, dan wordt 80% van de mensen die proberen zwanger te worden daadwerkelijk zwanger in het eerste jaar. En dat kan dus heel goed betekenen dat je, ondanks dat je zaad hebt laten invriezen, dat je dat zaad niet nodig hebt. Als er een afwijkende spermatest is, ofwel voorafgaand aan je operatie, ofwel na chemotherapie, dan is het verstandig om met een vruchtbaarheidsspecialist te bespreken van hoe zit dat nu precies. En natuurlijk ook om te kijken van ja, wat kunnen we nu het beste doen? Moeten we nu zaadcellen ontdooien? Geeft dat kwaliteitsverlies? Zijn de zaadcellen die ik nu maak eigenlijk beter? En dat is een gesprek waard. Het spreekt voor zich dat de rode letters, oftewel als er geen zaadcel in spermavocht zitten, dat we dan natuurlijk altijd blij zijn als we voorafgaand zo'n oncothese verricht hebben, de zaadcellen uit de bal hebben gehaald, zodat we daarmee een behandeling kunnen doen.
Je kunt zo'n behandeling, zo'n these, ook wel doen na chemotherapie, maar daarvan zijn de kansen beduidend slechter. Dus dat is iets wat we bij voorkeur niet doen. We doen dat liever ten tijde van het verwijderen van de aangedane testikel. Voor dit praatje voert het tekort om de details van geassisteerde voortplanting te bespreken. Maar dat is wel heel erg belangrijk voor patiënten en hun partners. En ik zou dan ook van harte aanbevelen om een gesprek daarover te voeren met je behandelaar. En zelf eens te kijken bijvoorbeeld op het YouTube-kanaal van het Erasmus MC, op het voortplantingscentrum. Dan kun je eigenlijk alle stappen die bij verschillende geassisteerde voortplantingstechnieken nodig zijn, de impact voor jou en je partner, kansen, kun je allemaal nalezen en nakijken in animaties. Ik wilde de laatste minuten nog gebruiken om iets te bespreken over kunstballen, testikelprotheses. Ik heb hier weer even de tijdlijn getekend, hè, waarbij de eerste onderzoeken die daar vermeld staan, eigenlijk dat korte window weergeven van het voelen of het ontdekken van een afwijking, het vaststellen dat er iets aan de hand is, dat er een operatie moet volgen, dat er een verdenking is op zaadbalkanker. We hebben het net gehad over dat het window is om te gaan nadenken en praten over zaadcellen invriezen. Maar ook dat kan een window zijn om na te gaan denken over een kunstbal, het plaatsen van een testisprothese. In het midden van het pijl zie je voorbeelden van zo'n zaadbalprothese. En je kunt die prothese plaatsen op het moment dat je de zieke aangedane bal verwijdert. Je kunt er ook voor kiezen om dat op een later moment via een tweede operatie te doen. Nou blijkt wel uit onderzoek, en dat is recent ook weer eens uitgezocht, dat eigenlijk veel patiënten niet dat gesprek krijgen aangeboden en ook een aanbod krijgen om een prothese te laten plaatsen. En dat is wel 30% gemiddeld van mannen met zaadbalkanker die geen aanbod krijgen van een zaadbalprothese. Uiteindelijk weten we ook dat mannen die wel het aanbod krijgen van hun uroloog om een zaadbalprothese te overwegen, dat maar ongeveer 1/3 van de mannen daadwerkelijk besluit om dat te doen. Ook hier zijn natuurlijk weer voor's en tegens. Een argument voor is dat we weten dat je genitaal zelfbeeld je kwaliteit van leven kan beïnvloeden. We weten dat mannen heel erg tevreden zijn als een prothese geplaatst is, dat het een laag infectierisico heeft en dat je in principe heel lang profijt kunt hebben van die ene extra operatie of extra ingreep. Andersom is het ook een persoonlijke keuze en het is het vaak moeilijk om je voor te stellen als patiënt hoe het zal zijn als je één bal hebt. Ik zeg vaak tegen patiënten, ja, twee ballen, dat valt echt op, ook in je kleding. Eén bal, dat is relatief. Soms heb ik het idee dat het litteken in je lies, zeker de eerste periode, zichtbaarder zal zijn voor anderen dan het ontbreken van een zaadbal. Andersom zijn tegenargumenten van een implantatie, dus het plaatsen van een prothese, dat niet iedereen tevreden is met hoe die bal aanvoelt. Dat als die infectie laat zien dat je moet verwijderen. En dat soms die protheses op termijn ook klachten kunnen geven doordat ze kunnen verplaatsen. En ook als we kijken naar onderzoeken die onderzoeken van hoe is nu eigenlijk die klacht als het niet goed is, waar komt dat dan vandaan, dan blijkt wel dat te klein of te groot ook een gehoorde klacht is. Uiteindelijk is deze twee korte dia's en deze laatste samenvattende dia vooral om toch de prothese onder de aandacht te brengen. Het hoeft niet meteen tijdens de eerste operatie, maar kan voor sommige patiënten echt een goed alternatief zijn om zelfs nog een tweede operatie voor te overwegen. Ik adviseer ook echt om je uroloog hierover te bevragen, de gezonde bal op te meten, zodat je een juiste testikelgrootte kunt laten terugplaatsen als je een prothese overweegt. Patiëntenervaringen bijvoorbeeld van de Stichting Zaadbalkanker te bekijken. En praktisch is het geen grote operatie, maar is het ook wel belangrijk om wat nazorg aan die prothese te besteden. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie aandacht. Ik vind het leuk om vragen te beantwoorden. Dat mag natuurlijk nu, maar als je later vragen bedenkt, dan kun je die ook stellen via e-mailadressen. Als je patiënt bij ons bent, kan dat via polyurologie of voortplantingscentrum of via onze Beter Dichtbij app. Hartelijk dank. Dankjewel, Marij. Mooi, mooi verhaal. Dit soort vragen of dit soort onderwerpen die leven heel erg op die fora. Met name ook het forum van de stichting. Ik weet niet of er vragen nog binnenkomen, maar ik heb meteen een vraag, want dat speelt regelmatig met die forum, bij dat forum. Denk jij dat die siliconenprotheses wel zorgen kunnen baren, zoals bij de vrouwen en borstprotheses? Dat leeft natuurlijk heel erg. Ja, ik denk dat dat een goede vraag is en dat het ook heel goed is om dat te bespreken, ook met je behandelaar.
Er zijn eigenlijk geen onderzoeken die dat aantonen. We denken ook dat dat komt omdat die testikelprotheses op een heel andere plek zitten. Die hebben veel minder wrijving dan bijvoorbeeld borstprotheses, die vaak ook geheel of gedeeltelijk onder de borstspier worden geplaatst. En ook daar is het natuurlijk wel controverse over wat voor klachten het nu precies kan geven en hoe je dat van tevoren zou kunnen selecteren. Dus ik ken geen studies waarin klachten, dus immunologische klachten, vermoeidheidsklachten na testikelprotheses goed zijn bijgehouden en dat dat veel klachten geeft. En over het algemeen denk ik dat het belangrijkste is dat je goed zelf probeert je een beeld te vormen van, is dit iets waar ik baat bij zou kunnen hebben? En we zien gelukkig wel steeds meer onderzoeken dat je lichaamsbeeld, je zelfbeeld, heel veel aspecten van je kwaliteit van leven kunnen beïnvloeden. En als jij het idee hebt dat dat voor jou speelt, dan zou ik absoluut adviseren om het gesprek aan te gaan om in ieder geval informatie in te winnen. Dankjewel. Hoe zit het met kosten en verzekeringen en dat soort problemen dat ook af en toe een rol kan spelen? Ja, in principe hebben we hier in het Erasmus MC dat we eigenlijk standaard in het gesprek wat we voeren als we een zaadbalverwijderingsoperatie doen, dat we direct ook spreken over het implanteren van een prothese. En dan past dat gewoon in hetzelfde zorgtraject. Als we op een later moment patiënten krijgen, dan is dat nog steeds in het zorgtraject zaadbalkanker. Dus het is niet dat we daarvoor een aparte cosmetische ingreep boeken. Oké. Ja, precies. Ivo. Toevoegen, want wij krijgen vragen binnen het hele land. Natuurlijk niet alleen omgeving Rotterdam. En het is voorgekomen dat als je het later laat doen, dat sommige verzekeraars het niet vergoeden, helaas. Dus het is misschien ook wel een tip voor ja, ook voor jullie natuurlijk, maar om na te gaan hoe de verzekeraar daarover denkt. Het is dus verschillend, helaas. Ja, daar ben ik van op de hoogte. Ik denk dat het vooral belangrijk is om het inderdaad, het past bij de behandeling van. En ik denk ook dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is dat het een valide behandeloptie is. Die niet zuiver alleen cosmetisch is, maar het gaat hier echt over kwaliteit van leven voor sommige patiënten en niet voor iedereen. Oké, ik zie geen vragen binnenkomen. Zijn er nog vragen vanuit de panelleden? Zo niet, dan dank je wel nogmaals, Marije. We gaan verder. Ja, en dan gaan we nu verder met Thijs Pelikaan. Ik ben geweldig blij dat je hier bent, Thijs. Want jouw onderwerp gaat dus ook over een vraag die eigenlijk veel vaker binnenkomt bij de stichting. En dat is namelijk het leven weer oppakken na zaadbalkanker. Hoe doe je dat? Die komen in verschillende vormen, komt dit soort vragen eigenlijk bij ons terecht. Dus ik ben heel blij, Thijs, dat jij ook uit eigen ervaring kan vertellen. Ja, dankjewel voor de introductie. Ik ben natuurlijk iets minder blij dat ik hier uit eigen ervaring iets kan vertellen. Maar ik denk dat het mooi is om op deze manier, mensen antwoord op de vraag, of mijn antwoord op de vraag te geven. Het leven na kanker, hoe pak je dat op, hoe doe je dat? Ik zal mezelf kort even voorstellen. Wie ben ik? Wie ik nu ben, daar kom ik op het einde van mijn verhaal op terug. Maar er zijn een aantal dingen die zijn niet veranderd. Nou, mijn leeftijd wel, maar dat is, op dit moment is dat 24 jaar. Mijn naam Thijs Pelikaan, geboren in het mooie Brabant. En de rest, daar komen jullie wel achter gedurende wat ik allemaal te vertellen heb. Leven na kanker. Nou, er is natuurlijk ook een leven voor kanker. Voor kanker sport ik heel veel. Ik denk ook een sportopleiding om gymdocent te worden. Ik stond voor de klas. Gaf softbal, turnen, voetbal, hockey. Bedenk het. En ik gaf het. Ik sportte op de opleiding ongeveer 10, 15 uur in de week. Daarnaast trainde ik nog 2 keer bij mijn hockeyclub en speelde nog een wedstrijd. Dus fysiek was ik best prima in orde. En toen was het 26 mei 2017. Ik gaf les op het veld, sportveld. Op de school waar ik stage liep. Softbal en speerwerpen was het volgens mij. En mijn ene bal die voelde iets groter dan de andere, dus ik denk, ik ga even naar de huisarts. De dag daarna was het hemelvaartsdag, maar de huisarts die zei, ga toch maar even naar de spoedeisende hulp. Daar aangekomen, echo gemaakt, er wordt dan aan je bal gevoeld, het is er aan de hand. Het was toen nog een hele gekke ervaring, maar op een gegeven moment went dat.
Maar toen kwam de vraag, ben je nuchter? Ik was student, ik denk, nou ja, vandaag wel, hoezo? Bleek het over eten te gaan. Nou, ik was niet nuchter, ik denk goed ontbijt voordat ik het ziekenhuis, naar het ziekenhuis ga, best wel een prima idee. Nou, dat was het niet. Dus toen kon ik de dag daarna kon ik pas geopereerd worden. Of pas. Volgens mij is het beleid binnen 24 uur, maar nou, bij mij was het een dag langer. Wat mij op die dag zelf wel de mogelijkheid gaf om mijn familie, mijn vrienden en iedereen te informeren. En ook nog een dag het water op te gaan om even mijn gedachten op een rij te zetten. Nou, dan kom je in de rollercoaster van de operatie, het bloed prikken daarna. Toen werd ik vanuit het lokale ziekenhuis doorverwezen naar het Erasmus MC. En dan heb je kanker. En ik zag inderdaad de foto al voorbij komen. Ja, met de bekende kale kop na de chemo. Dit is 2 weken na mijn chemo, denk ik. De oncoloog die had het zo ingepland dat ik nog met mijn familie 2 weken op vakantie kon naar Frankrijk. Dit is op de Alpe d'Huez. Daar is voor mij toen een kaars aangestoken in de mooiste bocht die er is. Dus ik had even een fotootje gemaakt om mijn docenten te bedanken. En dan is het september. Iedereen in je omgeving die begint weer. Je medestudenten die beginnen weer met de introperiode. De feestjes worden weer gegeven. Ja, ik zat ziek thuis. Het lijkt alsof de hele wereld doorgaat, maar jij doet er niet aan mee of je bent er van buiten gesloten of nou ja, hoe je het dan ook wil omschrijven. Je voelt je best wel alleen, want ik kende niemand in mijn omgeving die tilbalkanker had gehad. In ieder geval niet van mijn eigen leeftijd. Ik kende een paar mensen die waren 60, 70, 80. Had ik niet heel veel, had ik niet heel veel mee. Had ik niet zo heel veel aan voor mij persoonlijk. Ik had nog een heel leven voor me en zij, nou ja, iets minder. Ik dacht ook dat het een goed idee was om 2 maanden na mijn chemotherapie weer te beginnen met mijn sportopleiding. Dat is ook geen goed idee. Binnen 3 maanden was ik fysiek op en omdat ik mentaal en emotioneel nog totaal niet bezig was met wat doet kanker met je en wat verandert dat in je leven, zat ik er ook mentaal redelijk doorheen. Een AYA-poli was er nog niet. Voor de mensen die niet weten wat AYA is, dat is de zorg in Nederland voor kankerpatiënten tussen de 18 en 39 jaar. Voor leeftijdsspecifieke behandelingen en vragen en nou ja. Dat was het dus nog niet. Inmiddels wel, maar daar kom ik zo ook op terug. Dus ik kwam via bij een symposium terecht. Dat is Space for AYA. Daar kwam ik met lotgenoten in contact. Voor het eerst had ik mensen waarmee ik over mijn kanker kon praten in mijn leeftijdsperiode. Alsof wij Nederlands het overdregen hebben. Nou, daar hebben we een stuk of 20 woorden voor volgens mij. Het was gewoon een stukje erkenning wat ik kreeg. Een stukje, hey, ik ben niet alleen. Maar ja, ondertussen was ik nog wel gestopt met mijn opleiding. En wat doe je dan? Dan ben je, of nou ja, ben ik. Ik was op zoek naar een stukje zingeving. Van, wat moet ik nu doen? Wat kan ik doen? Wie was ik? Wie ben ik? Is dat nog hetzelfde? Hoe kom ik daarachter? Ben ik samen met een vriend van mijn ouders, die is loopbaancoach, ben ik een traject aangegaan. Ik heb met verschillende mensen meegelopen om te kijken, hey, wat vind ik leuk? Waar gaat mijn hart sneller van kloppen? Waar ligt mijn passie? En tegelijkertijd kwam ik ook via een lotgenoot op een coachingsopleiding terecht. En daar leerde ik voor het eerst eigenlijk praten over wat er met mij gebeurd was en hoe ik dat heb ervaren en alles wat ik had weggestopt, dat moest eruit. Niet per se heel fijn, maar wel heel goed om te doen. En langzaam maar zeker begon ik weer met werken, want ik had intussen 1,5 jaar genomen, had ik bedacht. Dan zou ik vast wel kunnen gaan studeren. Dat begon met 1 dag in de week. Ik werd aangenomen omdat ze wel dachten dat ik dingen kon. Ik dacht, dit is een leuke dagbesteding, dan kom ik in ieder geval mijn bed uit.
Langzaam maar zeker heb ik dat kunnen opbouwen naar 3-4 dagen in de week. En tussendoor kunnen kijken naar opleidingen. Wat wil ik? Wat kan ik? Waar kan ik dat krijgen? Hoe kan ik erachter komen wat ik leuk vind? En zo kwam ik op de school terecht waar ik altijd van heb gezegd, daar ga ik niet studeren. Dat is namelijk de Christelijke Hogeschool in Ede. Het is een redelijk kleine hogeschool. Maar daardoor waren de lijntjes wel heel kort met de zorgcoördinatoren. Want ik dacht, misschien lukt het wel helemaal niet, het studeren. Het was heel onzeker of ik hbo-niveau wel weer aankom. Ik heb ook mbo overwogen, maar uiteindelijk daar toch niet voor gekozen. En het gaat stapje voor stapje ging het steeds beter. Op het moment dat ik leerde accepteren dat het oké is als het niet gaat zoals je wil dat het gaat. Op het moment studeer ik. Ik doe Human Resource Management. Ik ben met mensen bezig en dat gaat over de waarde van het individu. Niet kijken naar de grote groep, maar wat kan de individu toevoegen aan de groep. En ik denk dat ik dat ook heb gemist toen ik zelf ziek was. Ik voelde me niet deel van een groep, maar ik voelde me ook niet gezien als persoon. En de zelfwaarde die was niet echt aanwezig. Dus het inzien van de waarde van individuen, dat vond ik wel een mooi onderwerp om later mee eens aan de slag te gaan. Even kijken hoor, ik heb wat dingen opgeschreven, want anders vergeet je natuurlijk weer van alles. Wat er tussendoor ook nog speelde, is toen ik aan het studeren was in Eindhoven, toen zat ik op kamers. Ik was weg bij mijn ouders, ik zat in een studentenhuis. Maar toen ik ziek was, ben ik weer terug naar mijn ouders gegaan. Ik had net het nest verlaten, stond net zelf op mijn eigen benen. En toen moest ik weer terug. Er werd voor me gezorgd, dat kon ik niet per se heel veel in het begin. Maar dat is best wel een gekke dynamiek. Omdat het heel natuurlijk is om juist dan weg te... Als je eenmaal het huis uitgaat, ga je er ook vanuit dat je niet meer terugkomt. Dus voor mij was dat lastig, want je kwam weer terug in een gezin waar je eigenlijk alleen nog maar in het weekend was. En voor mijn ouders was het waarschijnlijk ook lastig, want ik was weer thuis. Inmiddels woon ik gelukkig weer op kamers, waar ik ook studeer. En kan ook weer mijn eigen leven opbouwen. En dan kom ik bij het stukje, wie ben ik nu? Ik ben Thijs, nog steeds. Ik studeer in Ede. Ik loop bij met mijn punten. Gebeurde daarvoor ook nooit. Ik zit bij een studentenvereniging en ik mag dit jaar zelfs een bestuursjaar doen. Als je me dat 3 jaar geleden had verteld, had ik je waarschijnlijk heel hard uitgelachen. Omdat ik dacht, kan ik toch niet. En ik denk dat de manier waarop ik ben gaan leven ook anders is. Deze foto is een foto die we hebben gemaakt als bestuur. En ik denk dat het dat je, als je aan het leven bent en het leven na kanker, dat je dankbaar mag zijn voor de dagen die je hebt. Voor de dingen die je kan doen die je niet kon. Voor de dingen die je weer kan doen. Voor de nieuwe ervaringen die je krijgt, je mag opdoen. Want het leven is een feestje, ook na kanker. En je moet nog steeds zelf de slingers ophangen. Om maar eens even een mooi tegeltje te gebruiken. Sporten doe ik geen 15 uur in de week meer. Mountainbiken doe ik wel. Doe af en toe een rondje 30 kilometer. Een beetje racefietsen. 50 kilometer, 80 kilometer. Gewoon om weer bezig te zijn. Om weer fysiek lekker in je vel te zitten ook. Dus, wie ben ik? Ik ben Thijs. Ik heb kanker gehad. Maar ik ben nu best wel weer gelukkig. Dan heb ik nog 1 slide volgens mij. Om toch nog even terug te komen op de AYA's. AYA's, jongeren en kanker staat eronder, toch? Ja. Dat is leeftijdsspecifieke zorg voor, ik had het al gezegd, kankerpatiënten tussen de 18 en 35. En dit zijn de bollen die op hun website staan.
ik en mijn, nou bij mij ging het dan over ik en mijn opleiding. Ik en mijn, het nou ja, praten over emoties om de bol even uit te breiden. Ik en mijn werk, ik en mijn sport en bewegen. En zo is er voor elke patiënt zijn andere bollen aan de orde. En op elk stadium van jouw ziekte of het herstel zijn er andere bollen aan de orde. Bij mij was er nog geen AIA-zorg, dat is er gelukkig nu wel. Ik mag ook in de taskforce zitten om hier in het ziekenhuis daarover na te denken. Over wat hebben patiënten nodig. Of jonge patiënten, wat hebben die nodig. Dus als je jong bent en je hebt zaadbalkanker, kom vooral eens even langs op een borrel. Of binnenkort gaan we curlingen. Of nou ja, kom langs en dan zien we elkaar. Dat was het. Als er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. Wel, Thijs, mooi verhaal. Wat is jouw advies aan ons als hulpverleners, hè, urologen? Je hebt er natuurlijk mee te maken ook met een medisch oncoloog uiteraard en misschien ook andere specialisten. Omdat ik denk dat wij nog van jou of van de ex-patiënten kunnen leren. Wat heb je gemist in die periode bijvoorbeeld? Wat ik heb gemist is, of nou ja, gemist weet ik niet. Toen ik vroeg, hoe lang moet je herstellen van een chemo? Toen werd mij het antwoord gegeven. De een is na een week weer straten aan het leggen. En de andere heeft er na een half jaar nog last van. Vond ik vrij veel marge. Ik dacht dus dat ik een maand daarna weer aan sportopleiding kon beginnen. Ik denk dat in die fase het advies is, doe wat je aan kan, maar luister vooral naar je lichaam. En accepteer dat het niet gaat zoals je gewend was dat het gaat. Heb eerst aandacht voor wat er is. Leer dat te accepteren. En dan kan je weer over op acties. Maar doe het vooral niet te snel, want daar ga je alleen maar van achteruit. Ja, hetzelfde geldt een beetje voor je familie, je vrienden. Hoe ga je daarmee om? Nou, in het begin heb je eigenlijk geen idee hoe je daarmee omgaat of hoe je daarmee om moet gaan. Zij zitten net zo goed in een achtbaan als jij en je bent eigenlijk alleen maar bezig met het proces en met de operatie, het herstellen daarvan en dan de bloedonderzoeken en de chemo. Maar als ik een tip aan mijn omgeving had mogen geven, achteraf gezien, want dat is altijd makkelijk praten, vraag aan mij hoe het gaat. Vraag waar ik behoefte aan heb. Ga er niet vanuit dat ik geen energie heb om dingen te doen. Want dan kan je de patiënt in kwestie buitensluiten. Terwijl dat is uiteraard niet wat je wil. Als je afspreekt met iemand en het lukt niet, want de persoon is moe, maak meteen een nieuwe afspraak, want anders gebeurt het niet. En zorg dat je er bent voor die persoon. Met appjes, belletjes, ga een keer langs, doe koffie. Maar vraag vooral waar hij of zij behoefte aan heeft. Mooi. Zijn er nog vragen vanuit de panel? Ik heb nog wel een vraag. Hoe je het beste in contact kan komen met de AIA? Dan schakel ik even mijn hulplijn in die bovenaan zit. Ik maak even plaats. Zal ik me even kort introduceren. Ik ben Michaëlle van der Veld en maatschappelijk werk en medisch maatschappelijk werk in het Erasmus MC. Onder andere werkzaam voor de AIA Poli, een van de maatschappelijk werkers. En ik ken Thijs in het traject van zijn ziekte en behandeling toen we nog geen AIA Poli hadden, dus helemaal in het begin stonden. We zijn heel erg nog steeds wel in ontwikkeling, dus dat blijft wel de basis. We hebben inmiddels vooral de verpleegkundige specialisten op de polies die daar aandacht voor hebben. Dus voor de testen, de zaadbalkankerpatiënten, hebben we een verpleegkundige specialist die daar op screent en de aandacht voor vraagt. En als het goed is in afzonderlijke gesprekken of in de consulten die er al zijn, aandacht heeft voor de AIA-zorg.
Ja. En daarnaast hebben we de MDO's. Dus binnen de MDO's proberen we in ieder geval alle patiënten AJA's in het Erasmus MC. En inmiddels ook wat meer regionaal, maar op dit moment intern voor het Erasmus MC in ieder geval op het MDO te bespreken. En daarop in ieder geval aandacht te hebben voor de leeftijdsspecifieke problematiek die er kan spelen. Ja, dus als er iets is, kan er altijd via de of de verpleegkundige specialist aan de patiënt aangedragen worden voor het MDO. En anders kan het ook rechtstreeks of via maatschappelijk werk of het team wat bekend is. Ja. Andere vragen daarvoor misschien ook? Ja. Zodat het AJA-netwerk toch via de academische ziekenhuis verspreid wordt. Dus er is altijd ergens regionaal, is er voor iedereen een AJA. Ja. Ja, Erasmus MC is kenniscentrum. Dus voor het Erasmus MC zijn we voor de regio het kenniscentrum. En daarnaast zijn er ook AJA-polies in andere ziekenhuizen. Dus ook in de periferie. Dat is wel steeds meer in ontwikkeling, dus dat is nog heel erg groeiende. Maar wij zijn voor deze regio het kenniscentrum voor het Erasmus MC. Ja. Ja. Andere vragen rondom AJA? Dankjewel, Michaela, voor de aanvulling. Met name dank Thijs voor jouw mooi verhaal. En nogmaals, wie nog vragen heeft, dan kan die op de chat. En dan zullen we het verder doorsturen. En we gaan even verder met de vierde spreker. We gaan naar onze laatste spreker. Dr. Talita Zuiverloon. En haar onderwerp is lymfeklieruitzaaiingen detecteren en behandelen. Van rits naar kleine streepjes. Ja, goedenavond iedereen. Ik ben Talita Zuiverloon en uroloog hier in het Erasmus MC. En graag wil ik jullie wat vertellen over wat ik eigenlijk doe in het dagelijks leven. En dat is dus opereren bij patiënten met uitgezaaide zaadbalkanker. Allereerst wil ik even teruggaan naar de basis waar professor Bangma al reeds aan begonnen was. Als we kijken, dan hebben we bij stadium 1 zaadbalkanker dat de tumor zich bevindt in de zaadbal. Maar dat er dus nog geen sprake is van uitzaaiingen. Het moment dat we dus hebben een normale zaadbal, die ziet u hier weergegeven in dit plaatje. Dan ziet u ook die groene balletjes en dat zijn de lymfeklieren. En via de lymfeklieren kan de tumor zich dus verspreiden door het lichaam. Het moment dat dat gebeurd is, dan is er dus sprake van stadium 2 ziekte. U ziet hier dus weer de zaadbal onderaan en dan de lymfeklieren wat hoger gelegen tegen de nieren aan. En tot slot kan vanuit daar ook de tumor zich verspreiden naar bijvoorbeeld de lever of de longen. En dan is er sprake van stadium 3 ziekte. Nou, de vraag die ik vaak op de poli krijg is waarom de lymfeklieren zich zo hoog bevinden als de zaadbal zich veel lager bevindt. Om dat te kunnen begrijpen moeten we terug naar de embryologie, dus de situatie in de baarmoeder. En dan zien we op het rechterplaatje een babytje van voren met in het midden de navel en dan rechts van de navel zien we de zaadbal. De zaadbal ontwikkelt zich ter hoogte van de navel in de buikholte en dat is rond de 10 tot 20 weken. Langzaam daalt de bal onder invloed van hormonen naar de zaadbal. Of naar het de balzak eigenlijk. En die bevindt zich dan bij 21 tot 25 weken in het Lieskanaal. En uiteindelijk eindigen we in de balzak rond de 30 weken. De lymfeklieren die dus horen bij de zaadbal, die bevinden zich dus ook hoger ter plaatse van de nieren waar eerst de zaadballen zich bevonden voor de indaling. Nou, de volgende vraag die ik ook vaak krijg en waar patiënten uitleg van willen is, hoe detecteren jullie nou die lymfeklieren en kan het niet beter? Nou, de klassieke manier, het moment dat iemand is gediagnosticeerd met zaadbalkanker, is dat er een CT-scan wordt gemaakt. Dat wordt weergegeven op het plaatje linksboven. Wat we zien bij het rode pijltje op het linker en het rechter plaatje van de CT-scan is een lymfeklier. Die bevindt zich ter plaatse van de grote lichaamsader en de grote lichaamsslagader. Tegenwoordig zijn er ook nieuwe technieken ontwikkeld zoals de PET-CT, waarbij de patiënt een radioactief materiaal krijgt ingespoten en er vervolgens een scan gemaakt wordt. Diezelfde klier die we dus op het plaatje boven zien, die ligt dus op omdat daar dus tumorcellen zitten die sneller het materiaal opnemen dat is ingespoten in de bloedbaan.
En daardoor kan je dus heel specifiek kijken waar deze lymfeklieren zich bevinden. U ziet ook wat oplichting links onder in de hoek, maar dat is ook de nier die werkt hard, dus die ligt ook op. Nou, de volgende vraag is vaak die ik krijg van hoe komt het dat we na de chemotherapie, als een patiënt behandeld is in verband met uitgezaaide lymfeklierkanker, dat we toch nog moeten opereren? En hoe weet je dat de tumor bijvoorbeeld nog niet aan het afnemen is in grootte en er eigenlijk helemaal geen tumorcellen zitten? Dus die vraag vind ik altijd heel moeilijk te beantwoorden, want dat is de reden waarom we dus de operatie vaak doen. We weten niet wat zit er nog in de lesie. U ziet hier op het linkerplaatje de situatie voor chemotherapie. Vervolgens start de oncoloog met de chemo. En op het rechterplaatje ziet u dat de tumor die er zat, de uitzaaiingen, dat die kleiner is geworden. Maar de vraag is dan ook terecht, wat zit daarin? Zit er nog vitaal tumor, dus levende kankercellen? Of zijn het dode kankercellen? En om het zeker te kunnen weten, moeten we in sommige gevallen de operatie doen. Hoe doen we dan de operatie? De klassieke manier van opereren is een open operatie. Dat betekent dat we dus een snee maken op de buik om op die manier te komen bij de klieren. Hier ziet u op dit plaatje aan de linkerzijde een mannetje en daarbij de grote lichaamsader en de grote lichaamsslagader in rood en blauw weergegeven. Daaromheen weer de klieren, de groene bolletjes. En wat we dus doen is, we maken dus een snee op de buik vanaf het borstbeen tot beneden onder de navel. En dat ziet u op het plaatje rechts weergegeven wat het eindresultaat is. U kunt zich voorstellen, het is een complexe operatie. Vooral wanneer er ook veel klieren zijn die groot zijn en die ook om de grote lichaamsader liggen. Er is dus ook een grote kans op bloedingen. Het kan ook zo zijn dat bijvoorbeeld de nier verwijderd moet worden. Het is daarom dus ook echt van belang om hier expertise voor te hebben. En dat er ook bijvoorbeeld leverchirurgen nodig zijn of als de tumoren doorgroeien richting de borstholte. Chirurgen die dus vaker komen in de borstholte, dus de longchirurgen, ook wel de thoraxchirurgen genoemd. Nou, dan de nieuwste ontwikkelingen over van onze chirurgische technieken. Waarschijnlijk heeft u ook wel eens gehoord over de robotchirurgie. Ik wil dus even eerst uitleggen wat het precies inhoudt, want daar komen ook best wel veel vragen over. Op het plaatje zien we links de uroloog en die zit in de robotconsole. Dit is niks anders dan een machine met daarin kleine gaatjes waar de vingers in gaan. En daarmee kunnen we dus de robotarmen die u rechts ziet bij de operatieassistent besturen. De patiënt ligt dan op de operatietafel en de robotarmen worden dan in de buik gebracht door kleine gaatjes. Zo'n operatie ziet er op deze manier dan uit. Stel dat de klieren links zijn, dan gaat de patiënt op de rechterzij liggen. Dat zien we linksonder weergegeven. En dan zien we rechtsboven de robotarmen in de buik. En dan rechtsonder zien we het eindresultaat. Dit is natuurlijk een prachtige operatie om het ook op deze manier uit te voeren. Maar wat we moeten bedenken hierbij is, het moment dat er grote vaten betrokken zijn bij de doorgroei van de lymfklieren en dergelijke, dat het op dit moment helaas nog niet mogelijk is om deze operatie uit te voeren. Het is nog te complex. Operaties zullen daardoor ook heel lang duren. Maar bij de minder complexe, dus bijvoorbeeld één kleine klier, proberen we nu zoveel mogelijk meer de robot en de chirurgie dus in te zetten, zoals dokter Frankena in haar praatje ook suggereerde. En dit ook om natuurlijk de late termijn effecten van bijvoorbeeld chemo of radiotherapie te voorkomen. Dus dat is iets waar we met elkaar naar proberen te streven zoveel mogelijk. Maar we zijn er nog niet helemaal. Dus dat is ook belangrijk om te beseffen. Dan ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen voor het opsporen van de lymfeklieruitzaaiingen. Wat ik u dus al zei, links zien we de normale situatie, rechts daarvan de situatie met zaadbalkanker en de verspreiding via de lymfeklieren. Er zijn dus nieuwe technieken ontwikkeld in Nederland, waarbij we een radioactief gelabeld materiaal in kunnen spuiten in de tumor.
eigenlijk dezelfde procedure die ook gebeurt bij borstkanker, waarbij we op zoek gaan naar de poortwachterklier, de sentinel node ook wel genoemd. Het moment dat dit radiofarmacon wordt ingespoten in de teelbal, dan gaat de patiënt weer de scan in. En dan kunnen we uiteindelijk zien waar de eerste aangedane lymfklier op ligt. Dat ziet u daar bij dat plaatje onderaan, bij het gele bolletje. En wat vervolgens ook gedaan kan worden, is bij een operatie naar binnen gaan. Dus direct nadat iemand gescand is. En dan hebben we op een camera een speciale probe, een gamma-probe noemen we dat. En die kan dan specifiek deze klieren vinden. Dus terwijl we dan opereren, dan ligt het met het blote oog zien we eigenlijk niks. Maar het moment dat we die camera erop richten, dan zien we vervolgens die oplichting. En dat ziet u rechtsonder op het plaatje. Dus op deze manier kunnen we veel specifieker gaan opereren en dus ook minder schade aanbrengen. Ook dit weer is in experimentele fase, maar ik denk dat het prachtig is en als we hier verder mee doorgaan, dat we absoluut de zorg ten aanzien van lymfklieruitzaaiingen kunnen verbeteren. Ik denk dat het goed is om ook dit soort dingen te weten als patiënten, dat die ontwikkelingen wel bezig zijn. Nou, dan tot slot wil ik nog even met u delen waar wij mee zijn begonnen hier in het Erasmus MC. Een vraag die wij vaak kregen was het moment dat iemand een complexe operatie moet ondergaan achter in de buik. En in dit geval, dus vanavond, gaat het over uitgezaaide zaadbalkanker. En de klieren van zaadbalkanker bevinden zich ook achter in de buik. Dat noemen we het retroperitoneum. Dus retro is achter in de buik. Peritoneum is de buikholte. En wat wij dus wilden doen vanuit het Erasmus MC is patiënten die dit soort operaties moeten ondergaan een plek bieden. En om die reden wil ik dus ook met u delen dat wij op 14 oktober hebben wij het Centrum voor Complexe Retroperitoneale Chirurgie geopend in het Erasmus MC. Een van onze belangrijkste speerpunten is hierbij uitgezaaide zaadbalkanker. We zullen ons ook focussen op bijvoorbeeld complexe grote niertumoren. De nieren, die zag u ook, die bevinden zich ook achter in het retroperitoneum. En hogere urinewegtumoren. Nou, ten aanzien van zaadbalkanker wil ik graag met u delen dat wij recentelijk ook weer zijn benoemd als expertisecentrum voor zaadbalkanker en ook hogere urinewegtumoren. In dit centrum hebben wij specifiek gekozen voor een streng multidisciplinaire aanpak. En dan niet alleen voor bijvoorbeeld de behandeling, maar ook de diagnostiek en ook de follow-up. En in het kader daarvan vond ik het praatje van Thijs echt prachtig. Dus de follow-up is heel erg belangrijk. Dat zien we ook uit grote zaadbalkankercentra in Amerika, waar er een Cancer Survivorship Program is, waar er al langer een AYA-netwerk is. En die vraag die komt bij mij ook op de poli heel vaak terug van hoe kan ik in de follow-up wat meer ondersteuning krijgen? Waar kan ik terecht? Dus een van onze belangrijkste doelen in het centrum is dus ook om de patiënten de nazorg aan te bieden. Dan wil ik ook nog benadrukken wat Marijn net ook al heeft verteld over het voortplantingscentrum. Dat ook belangrijk is om daar aan te denken. Dus het is niet alleen het traject van we gaan kanker behandelen, maar de patiënt kan ook onvruchtbaar worden. Hoe gaan we daarmee om? En dat we tijdig de patiënt aanbieden om zaadcellen in te kunnen vriezen. Dan zijn wij ook recentelijk een samenwerking aangegaan met de Universiteitskliniek in Düsseldorf. Specifiek met professor Peter Albers, die gespecialiseerd is in minimaal invasieve chirurgie voor zaadbalkanker. En die kennis die willen we dus ook heel graag halen naar het Erasmus MC om zo de zorg te kunnen verbeteren. En tot slot zijn we ook onderdeel van de Dutch Rare Cancer Platform. Dat is een Nederlands initiatief waarbij we proberen om de zorg rondom zeldzame kankers, hè, want u kunt zich voorstellen, het komt niet vaak voor, dus de zorg is ook vaak moeilijk om op te zetten. Maar wat wij dus willen met elkaar is die zorg verbeteren. En daarom zijn we dus ook aangesloten bij de Dutch Rare Cancer Platform. En als er dan nog vragen zijn, hoor Dank ik het. Dankjewel, Talita. Ja, er zijn er zeker een paar vragen. Maar mijn eerste vraag wil ik wel stellen.
Wat zijn de complicaties van zo'n retroperitoneale chirurgie? Ja, een belangrijke complicatie zijn dat er kunnen bloedingen uiteraard optreden, want die lymfeklieren bevinden zich rondom de grote vaten. Het kan dus ook nodig zijn dat een nier verwijderd moet worden, want die lymfeklieren liggen echt net naast de nier in de bocht bij de vaten. Wat we ook vaak, wat ook kan optreden, wat niet vaak voorkomt, is dat noemen we retrograde ejaculatie. Dus dat betekent dat de zaadcellen bij het ejaculeren niet naar buiten gaan, maar eigenlijk blijven in het lichaam. En dat komt omdat naast de grote vaten lopen de zenuwen die de ejaculatie reguleren. En het moment dat wij daar dus opereren, we gebruiken ook stroom bij het opereren, dan kunnen die zenuwen beschadigen. Dus dat zijn eigenlijk de grote complicaties. Een extra boodschap om sperma in te vriezen natuurlijk voor de behandelingen. Eén vraag, bij de nacontroles, wanneer een gewone scan en wanneer een PET-scan? Ik vind dat een hele goede vraag, want wij krijgen ook vaak patiënten doorverwezen die op een verkeerde indicatie PET-scans hebben gehad. Mijn advies is altijd, op dit moment is de PET-scan alleen geïndiceerd bij seminomen. En bij de non-seminomen, als het moment dat er een PET-scan negatief is, dan is het hetzelfde als flipping a coin. 50% is het positief, 50% niet. We zijn op dit moment nog niet zo ver dat we kunnen zeggen, de PET-scan zetten we in voor de non-seminomen. Dat is in mijn optiek nog niet zo. Dus echt voor de seminomen, na chemotherapie een restlesie die groter is dan 3 centimeter. En dan ook echt 6 weken nadat de chemo of na de laatste chemo. Dankjewel. Nog een vraag. Als je een uitgezaaide vorm van zaadbaar kanker hebt, dan meestal ga je voor waakzaam wachten. Maar de vraag is, hoe kan je het beste latere uitzaaiingen naar de lymfeklieren kunnen vinden? Via een CT of toch ook met een simpel bloedonderzoek? Ook daar weer hangt het er dus vanaf welk type kanker er aanwezig is. Het moment dat er bijvoorbeeld markers zijn, dat zijn dus stofjes die in het bloed voorkomen, die we kunnen meten, omdat die uitgescheiden worden door de tumor. Stel dat iemand geopereerd is en die gaan omlaag, dan kunnen we ervan uitgaan dat alles goed is. Maar het moment dat die stofjes weer omhoog gaan, dan is er iets aan de hand. Dus dan moeten we op zoek gaan naar waar deze afwijkingen zijn. Ja, dankjewel. Vragen vanuit de panel. Niet. Zo niet, dan wil ik jou bedanken, Talita. En we komen ook meteen aan het einde van de avond, mooi op tijd. En ik hoop dat u in ieder geval een interessante avond hebt gehad met vragen die ook beantwoord zijn. Maar nogmaals, wil ik jullie nogmaals uitnodigen om vragen alsnog te stellen als nodig is via de chat en via de e-mail die jullie gekregen hebben. Verder wil ik de sprekers uiteraard bedanken en in het bijzonder Thijs en Ivo als we buiten spreken in deze toch lastige tijden om bij elkaar te komen. En ik wil natuurlijk ook de twee firma's Ipsen en Janssen die mogelijk hebben gemaakt om deze webinar te organiseren. We doen het professioneel, het kost altijd wat geld en natuurlijk wij als specialisten nooit genoeg geld hebben om dit soort dingen te organiseren. En we zijn natuurlijk heel erg blij dat dit mogelijk is. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor jullie virtuele aanwezigheid en tot een volgende bijeenkomst, hopelijk fysiek volgende jaar. Fijne avond.